Ik ben Farley van Eijdoorn. Ik ben schuldhulpverlener, maar ik ben ook ervaringsdeskundige. Ik werk voor een aantal uren werk ik voor gemeente Utrecht, waar ik daar projecten doe bij beleid en wat rondkomen gesprekken met jongeren. En daarnaast ben ik ook eigenaar van Bureau VAT. Ik doe met Bureau VAT alles rondom schuldhulpverlening, waar aandacht nodig is om te zorgen dat mensen gemotiveerd worden, zowel in hun werk, maar ook als schuldenaar om hulp te gaan zoeken. We spreken meestal af bij het buurteam zelf. Daar hebben we speciale ruimtes ingericht waar we gesprekken voeren met mensen. Voor een rondkomend gesprek, wat ik nu doe met jongeren, daar laten we het echt aan de jongeren over. Als jij zelf mag bepalen waar je wil spreken, dan weet ik dat je daar geen stress van krijgt. Ik vind het wel fijn dat ik weet waar ik thuis kom. Voor mij is een goed gesprek het begin meteen bij de regie, laat ik bij de klant. Dus ik vraag ook steeds gedurende het gesprek, hoe vind je dat het gaat? Heb ik dingen gevraagd die je vervelend vindt? We hebben het dan ook niet over de schulden. Want daar gaat het in eerste instantie niet om. Schulden is extrinsiek. Ik begin mijn gesprekken met het probleem bij de klant intrinsiek. Want pas als de klant bewust wordt van, maar dit wat ik doe is niet normaal. Dat probeer ik te bewerkstelligen, dat de klant gaat nadenken van, oh ja, ik slaap inderdaad ontzettend slecht. En ik zie mijn moeder al lang niet meer. En als wij van binnen connecten, dan gaan we in het tweede gesprek aan de buitenkant werken. Want dan kan ik je gidsen. Ik zeg heel vaak tegen mijn klanten, jij bepaalt. En ik zeg meteen, als ik de vuisten zie ballen en de gezicht, kaaklijnen zie, dan zeg ik het ook meteen. Dan herken ik dat heel vaak. En dan zeg ik van, jij bepaalt hè. En dan stop ik het gesprek ook heel vaak. En dan ga ik drinken halen, dan kom ik terug en dan gaan we verder. En wat ik steeds probeer te doen, is de klant, in plaats dat ik hem in een situatie ga stoppen dat hij gaat vluchten, stop ik hem in situaties dat hij gaat nadenken. Dus ik vraag dan van, wat betekent dit voor jou over 3 jaar? En dat mag voor mij veel meer aan de orde komen, want dan verplicht je de case manager of trajectbegeleider om die vragen te stellen om verbinding te maken. En af en toe heb ik wel zoiets van, jij bent nog niet klaar voor een traject, want er spelen trauma's uit het verleden. Dan moet je ook niet gaan pushen. Wat je moet vermijden is de drama-driehoek. De drama-driehoek bestaat uit 3 punten. Aanklager, redder en slachtoffer. Dat moet je vermijden. Wat je vermijdt is van, waarom doe je je post niet open? Maar dat is toch niet normaal? Je zou het toch zo moeten doen? En dan dat ben je de aanklager en daarna ga je naar de reddersrol. En dan zeg je meteen van, maar ik heb wel een oplossing voor je. Want je kan in budget beheren. Of je kan dit doen. Of ik kan een vrijwilliger naar je sturen. De klant gaat heel gauw in de slachtofferrol, want die wordt kleiner en kleiner en kleiner. En die voelt zich al afgewezen door iedereen. En nu doe jij dat ook in jouw eerste gesprek. En dan vragen we ons af als professionals heel vaak, waarom komen ze niet terug naar een tweede gesprek? Nou, daarom dus. Omdat een klant die chronische stress heeft, heeft heel weinig nodig om zich onveilig te voelen. En daar moeten we een beetje bewust van worden. Ik vind gewoon belangrijk dat een klant zich op zijn gemak voelt. En ik wil dat hij ook merkt dat ik geen druk op hem leg. Je mag.